Oh, er zijn opeens heel veel mensen hier. Wat gezellig. Daar gaan we dan. En... Oké. Okay. Ik vind het wel een beetje jammer eigenlijk. Ik had er wel een beetje meer van verwacht. Gaan we gewoon dit aanpassen. Dat is het enige wat we nog kunnen doen. Hallo allemaal, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Star Stable video. En in deze video gaan we de update van deze week weer bekijken. Dus heb je daarna zin in, doe vast zeker een duimpje omhoog. En eerst is het natuurlijk weer tijd voor de reactie van de week. En dit keer gaat die naar Horse nummer 1. Hoi Lianne, ik hou echt heel erg van je video's. Ik kijk je kanaal al 4 jaar en ik heb nog steeds heel veel plezier met kijken. Love you! Heel erg lief, dankjewel voor je reactie. Wil jij nou kans maken om genoemd te worden in de volgende video? Blijf deze video dan zeker kijken. Want ergens in deze video geef ik jullie een emoji. En als je die emoji in je reactie zet onder deze video, maak jij kans om genoemd te worden in de volgende video. Laten we nu snel gaan beginnen. Daar zijn we dan, bij Steve. Want deze update gaat helemaal om onze thuisstal. Onze thuisstal is namelijk vernieuwd. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog niet gekeken. We gaan zo gelijk kijken. Maar eerst wil ik even iedereen bedanken voor het meedoen aan mijn giveaway. Mijn 500 Starcoins giveaway, omdat mijn kanaal 10 jaar bestaat. Volgende week woensdag ga ik de winnaar bekendmaken. Dus als je nog niet meedoet, heb je nu nog kans om mee te doen. Oh, er zijn opeens heel veel mensen hier. Wat gezellig. Even iedereen gedag zeggen hoor. Wat een gezellige boel hier. Echt heel erg leuk. Oké, laten we nu mijn thuisstal ingaan. Ik ben heel erg benieuwd. Daar gaan we dan. En... Oké. Okay. Huh? Dit... Oké, ja. Het ziet er wel anders uit. Het is wel anders, maar niet op de manier waarop ik het had verwacht. Ik weet niet wat ik had verwacht, maar het is niet dit. Nee, het is niet dit. Ik had wel gelezen op de website dat het allemaal nog wel een beetje in dezelfde inrichting is. Maar ik weet niet zo heel goed wat ik hiervan moet vinden, eerlijk gezegd. Ik vind de kleuren een beetje raar of zo. Ik moet er een beetje aan wennen. De kleuren zijn allemaal een beetje... Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Ja, ik zie wel dat het hout is anders en de kleuren zijn anders en... ik weet niet of de ramen ook anders zijn. Of je altijd al zo goed naar buiten kon kijken, zeg maar. Dat weet ik niet. Daar heb ik nooit echt heel goed op gelet. Maar dat valt me nu ook op. Ja, maar voor de rest zie ik eigenlijk helemaal geen verschil. Nee, ik vind het wel een beetje jammer eigenlijk. Ik had er wel een beetje meer van verwacht. Laten we even kijken of deze kamertjes anders zijn. Nee, volgens mij niet. Dit is nieuw volgens mij. Of ik heb het gewoon nooit gezien, dat kan ook. Maar dit valt me nu ook op, dat je hier water kan vullen. Even kijken in de andere kamer. Even kijken. Dit ziet er... Ja, of ik heb het gewoon niet gezien. Ik weet het niet, want ik kom hier eigenlijk nooit. Maar dit ziet er voor mij ook anders uit. Laten we eventjes naar onze mini-kantine gaan. Kijken of dat er nog anders uitziet. En de spuitplaats, daar wil ik ook even kijken. Kijken hoe dit eruit ziet. Jawel, dit is ook wel een beetje anders. Volgens mij is die handdoek anders en de kleurtjes misschien ook een beetje. Kan je niet iets op dit bord doen? Nee. Hier denk ik ook niks. Nee, dat is allemaal nog hetzelfde. Laten we even hier kijken. Hoe ziet dit eruit? Dit tafeltje is anders. Deze is anders, maar voor de rest is het gewoon nog helemaal hetzelfde. Oké, ik weet wel, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je je thuisstal helemaal zelf kan aanpassen in de sfeer die jij leuk vindt. Dus dan kan je opties kiezen en dan kan iedereen zijn thuisstal anders maken. Dat is uiteindelijk wat Star Stable wil doen. Maar dat komt nog, dat is nog niet in deze update. Dus ik snap wel, de thuisstal moet gewoon eerst veranderd worden, zodat het mogelijk is om dat later te kunnen doen. Maar ja, ik vind het wel een beetje saai voor alleen dit, voor de update, eerlijk gezegd. Ik had wel gehoopt dat Star Stable er misschien nog iets bij had gedaan, dat het iets leuker had gemaakt. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat Star Stable gaat doen met de opties van dat je je thuisstal kan veranderen en zo. Hoe dat uiteindelijk gaat worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gewoon heel leuk gaat worden. Maar voor nu is het allemaal nog een beetje saai. Maar goed, dat gaat dus nog veranderd worden. We moeten nog een beetje geduld hebben. Nou lijkt het me misschien wel leuk om gewoon mijn thuisstal een andere inrichting te geven met al mijn paarden. Dat ik gewoon eventjes al mijn paarden naar het weiland gooi en dat ik dan nieuwe paarden neerzet. En gewoon mijn lievelingspaarden, andere paarden. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Laten we ze allemaal even weg doen. En dan gaan we gewoon dit aanpassen. Dat is het enige wat we nog kunnen doen. Dan zet ik die even daar. Welke paarden zou ik allemaal willen? Ik denk dat ik ze even ga sorteren op ras. Nee, ik doe eerst op level. Want ik wil eigenlijk wel een paar level 15 paarden in mijn stal hebben. Dat zijn niet heel veel nieuwe paarden. Ik moet nog steeds wat beter mijn best gaan doen met trainen. Maar Oakley is level 15, dus die zet ik erbij. Even kijken. Flyaway, mijn Lipizzaner, is level 12. Dus die kan ik er ook wel bij zetten, want dan kan ik die ook gaan trainen. Ja, dat was het eigenlijk wel. De anderen zijn allemaal gewoon oudere paardenrassen. Die zijn natuurlijk ook wel leuk, maar ik rijd er niet zo heel vaak meer op. Mijn starterspaard, die moet er ook bij. Oké, wacht. We zetten deze paarden even hier. Dan doe ik
die hier. Nee, wacht. Ik doe ze op volgorde van level. Kijk zo. En dan Silver Dream hier. Ja, dan heb ik twee level 15 en level 12. En dan hier staat paard waar ik nu op rij. Dan gaan we weer even terug naar het begin. Welke paarden zal ik erbij zetten? Ja, het is misschien wel leuk om deze Fries erbij te doen. Die is ook nog maar level 1. Wat erg. Want volgende week komen de nieuwe Friesen er. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus dan ga ik denk ik op deze Fries rijden. En dan kan ik ze mooi vergelijken. Dat vind ik wel een leuk idee. Ja, deze zet ik hier neer. En dan had ik nog een Fries die ik heel leuk vind. Waar staat die? Ja, Snowdrop. Ik vind deze echt leuk. Die zet ik er ook bij. Dan wil ik mijn Domino. Want ik vind dat gewoon echt een heel leuk paard. De Ardenner is ook leuk. Laat ik die hier zetten. Ik vind het dan leuk om nog een ander groter paardenras hier tegenover te zetten. Misschien deze. Ja, deze is leuk. Even kijken, dan wil ik ook nog wat ponies. Misschien dat ik die achteraan doe. Tintin, ja Tintin, die moet in de stal. Dan heb ik nog mijn Welsh pony Foxy, die zet ik er ook bij. Tiny Ball, ja die moet ook. Dan wil ik er nog eentje. Cookie Hunter, ja die vind ik ook wel leuk. Dan heb ik vier verschillende rassen, dat is leuk. Dan heb ik nog drie plekken over. Welke zal ik erin doen? Misschien een Fjord, dat is ook wel weer leuk. Laten we deze doen, een Red Boy. En dan doen we mijn nieuwe paint, Sunlight. En als laatste doen we Ginger, ja dat is hem, dit wordt hem. Laten we eventjes een rondje door de stal lopen. Hier zo staan mijn twee Friese paarden. En uiteindelijk ga ik dan denk ik een van de twee wegdoen voor het nieuwe Friese paard die volgende week komt. Dan hebben we hier zo de lange gang met mijn starterspaardje. Ik hoop trouwens nog steeds dat die paarden een update gaan krijgen. Want ik vind ze zo niet leuk te uitzien nu. Ik vind ze gewoon niet meer zo mooi. En dat vind ik jammer, want het is je starterspaard. Dus ik wil wel dat ik hem leuk vind, maar ik vind hem eigenlijk niet meer zo leuk. Dus ik hoop gewoon dat die ook een keer een update krijgen. Dan hebben we hier zo mijn level 15 paard. Ja, dat is mijn starterspaard natuurlijk ook wel. Deze Fly Away, die is bijna level 15. En dan hebben we hier deze hele leuke paardjes staan. Ook weer een Fjordje. Mijn nieuwe paint paard. En dan komen we hier zo bij de grotere paardenrassen. Mijn Irish Cob en de Ardenner. En dan komen we hier in het ponyhoekje. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk gedaan. Zo met al die schattige ponies hier zo. Ja, heel erg schattig. Ik ben er blij mee. Nou, nu is mijn indeling van mijn thuisstal helemaal klaar om aangepast te worden. Ik heb geen idee wanneer die update gaat komen. Ik hoop snel, maar daar gaan we achter komen. Laten we ook nog eventjes naar Crescent Moon City gaan. Want daar zo zijn nu de Friesen naartoe verplaatst. En ik wil er nog wel eventjes een kijkje nemen. Daar zijn we dan. Ja, ik vind het nog wel heel eventjes leuk om de oude Friesen te bekijken voordat de nieuwe Friesen komen. Ik ben ook benieuwd of Star Stables ze al heeft afgeprijsd. Want vaak doen ze dat natuurlijk wel als er nieuwe paarden komen. Laten we eventjes kijken. Ja, hier zijn ze. Ik vind deze ook nog steeds heel erg leuk. Deze heb ik altijd al willen hebben, maar die heb ik nooit gekocht. Ze zijn nog steeds 950 starcoins. Nou, misschien dat ze dan nog later afgeprijsd worden. Want dat gebeurt wel vaak als er dan een vernieuwde versie komt van dat ras. Maar hier staan de... Ja, het zijn nu nog geen oude Friesen, maar het worden wel oude Friesen. Ik kan echt niet wachten tot de nieuwe Friesen komen. Ik ben er echt zo benieuwd naar. Maar mocht je nog een oude Fries willen, dan kan je ze hier kopen. Al zou ik wel aanraden om nog even te wachten. Want ik denk dus echt wel dat ze afgeprijsd gaan worden zodra de nieuwe er zijn. Het hoofdmenu is ook nog veranderd. Die ziet er nu zo uit. En dan was het alweer de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat ook zeker weten in de reacties wat jullie van de vernieuwde thuisstal vinden. Doe een duimpje omhoog en abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei doei!